Welkom terug bij de channel van de Windsurf Coach. Dit keer wil ik het met jullie hebben over het geheim van de zweefkunstenaars. Het geheim van de mensen die altijd planeren. Die dagen dat jij bij het water aankomt en het waait eigenlijk niet hard genoeg om met jouw setje het water op te gaan, zie je de anderen toch iedere keer met vergelijkbaar materiaal lekker planeren of op de foil staan. Hoe kan dat nou dat zij dat wel kunnen en dat jou dat niet lukt? Moeiteloos zweven over het water en dat ondanks dat het bijna niet waait. En als je dan zelf het water opgaat met zo weinig wind, dan sta je eigenlijk alleen maar stil. Wat is het geheim van deze zweefkunstenaars? Het antwoord is pompen! In deze vlog ga ik proberen de geheimen van het pompen te ontrafelen, zodat jullie straks ook bij minimale wind het maximale rendement uit je dag kunnen halen. Deze zweefkunstenaars gebruiken niet alleen maar de kracht van de wind, nee, ze leveren zelf daarnaast ook nog eens een keer extra pk's om op de foil te komen. En als ze dan eenmaal op de foil staan, is er natuurlijk weinig weerstand en is er voldoende druk in het zeil om op de foil te blijven. Laten we eerst eens gaan kijken naar wat we eigenlijk nodig hebben om te planeren om op de foil te komen. Dat is snelheid. Als je eenmaal voldoende snelheid hebt, is het net als fietsen. Je voelt de wind naar je toe komen. Dat is de schijnbare wind. Dat betekent dat het resultaat van de echte wind plus de wind die naar je toe komt, de schijnbare wind is. En die wind is sterker dan de echte wind. Dat betekent dat als je eenmaal op de foil bent, of als je eenmaal aan het planeren bent, je meestal kan blijven doorplaneren, ondanks dat er eigenlijk niet genoeg wind staat om op gang te komen. De truc is dus ook om te zorgen dat je op gang komt, want eenmaal op gang blijf je wel doorgaan. En dat is wat je al die zweefkunstenaars ziet doen. Die hebben eenmaal de gang erin gekregen, niet alleen met behulp van de wind, maar ook door gebruik te maken van de eigen spierkracht, de eigen power genereren, de eigen pk's erin leggen, totdat ze eenmaal ingehaakt, lekker planerend of foilend over het water aan het scheren zijn. En dat is precies wat ik jullie wil laten doen. En wij gaan nu de geheimen ontrafelen van het pompen. Wacht op een vlaagje. Dat zijn de donkere plekken op het water die naar je toe komen. Dan begin je met pompen zodra je voelt dat je in het vlaagje zit. Dat betekent dat je de wind langs je gezicht sterker voelt worden. Je voelt iets meer druk in je zeil. En dan is het op de foil en genieten maar. Als je vanaf de kant kijkt, kan ik me voorstellen dat je alleen maar denkt dat je met het zeil aan het rammelen bent. Als je deze video ziet, dan lijkt het wel alsof je alleen maar het zeil naar je toe trekt met je armen. Maar schijnbedriegt, echt waar. Laten we het gewoon eens een keer vanuit een ander oogpunt bekijken. Let goed op. Je ziet nu dat niet alleen je armen werken, maar ook je benen, je hele lijf doen mee. Laten we nu rustig stap voor stap de pompslagen gaan ontleden. We gaan nu rustig aan de hand van een slow-mo videootje bekijken wat er nu eigenlijk gebeurt tijdens het pompen. Dus hoe jij dat straks ook in de praktijk kan brengen. Wacht rustig op een vlaagje en als je bijna in de vlaag zit, haak je uit. Hou een iets ruime koers aan, hou het boord vlak en dan is het tijd om te pompen. Begin rechtop staand met je zeil open en naar voren toe. Laat je gewicht schuin naar achteren vallen en naar beneden. Hang daarbij met gestrekte armen aan de giek schuin naar achteren. Zak door je achterste been. Je voorste been blijft min of meer iets gestrekt en duwt het boord naar voren. Door je benen te strekken en iets achterover te hangen, zet je nog meer kracht op dat zeil. Je armen zijn het eerste deel gestrekt. Als je dan bijna je benen gestrekt hebt, trek je dat zeil dicht om vervolgens het zeil weer naar voren en iets open te zetten, zodat je weer opnieuw kan beginnen met de volgende pompbeweging.
Als je begint met pompen zijn de eerste bewegingen hele grote schepbewegingen om wind te pakken. Hoe naarmate je sneller gaat, ga je steeds het ritme opvoeren en worden de bewegingen kleiner. Let hier ook eventjes specifiek op hoe het zeil naar voren beweegt aan het eind van de pompslag en weer klaar staat straks voor de volgende pompbeweging. Positie van je voeten. Je voorste voet staat in een hoek van 45 graden ongeveer op je boord en duwt naar voren. Je achterste voet staat min of meer dwars op je boord. Zodra het kan, loop je iets naar achteren en zet je eerst je voorste voet in je voorste voetband. Zodra de snelheid toeneemt en het boord stabieler wordt, wil je ook eigenlijk al op het water je achterste voet in de voetband. In dit deel van de video zie je heel goed de timing van je voeten in de voetbanden plaatsen. Dat is net op het moment dat je geen gewicht op je voeten hebt staan, als je benen helemaal uitgestrekt zijn en je min of meer gewichtloos bent. Hier wederom alleen dit keer voor je achterste voet. Weer als je net gewichtloos bent, dan zet je die voet in die achterste voetband. Het is dat moment waarop je net helemaal uitgestrekt was en je weer terug achterover laat vallen. Bij het pompen wil je dat iedere pompbeweging je boord sneller vooruit laat gaan. Dat je zoveel snelheid kan opbouwen dat je uiteindelijk in plané komt of dat je op de foil kan komen. Let in deze slow-mo ook eventjes specifiek op de beweging die de kop van het zeil maakt. Dat is waar je naar op zoek bent als je aan het pompen bent. Als je net begint met leren pompen moet je een gevoel gaan ontwikkelen voor de druk in je zeil. Omdat je afhankelijk bent van de relatieve wind, begin je met je zeil open en naarmate de snelheid vordert, gaat je zeil steeds meer dicht en dicht getrokken worden tijdens de pompslagen om te zorgen dat je de maximale efficiëntie uit je pompslag haalt. Dan rest mij nu niks anders dan jullie heel veel succes te wensen met oefenen. Dit keer met minder wind dan normaal. Vanaf 10 tot 15 knopen moet je op het water zijn om dit te oefenen. Zal het makkelijk zijn? Nee. Maar eenmaal in je systeem haal je veel meer rendement uit die mooie zomers die komen gaan met weinig wind. Vind je dit soort video's nou leuk? Leave a like. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op de channel van de Windsurf Coach, want dan mis je helemaal niks. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot ziens, tot op het water.